Zo, goedemorgen, zijn we weer. Wederom doe ik de vlog deze dag. Vandaag is het idee om aan deze zijde, de bovenkant, de rachels te plaatsen en de gipsplaten ertussen te zetten en te isoleren. Daar beginnen we mee. En dan gaan we vanuit deze kamer door naar de grote slaapkamer van Koen en Sandra en dan de hal uiteindelijk. Dus we zijn alweer mee bezig, dus we gaan lekker los. Ook alweer druk aan het opruimen. Zeker, er is nooit een net vrij aan het opruimen. Er ligt ook nog wel wat, maar dit ruimt snel op zo, hè? Dat gaat het best snel hoor. Ja, hartstikke mooi. Zo, ik heb vandaag niet geklust, wel gewoon werk gedaan. Ik heb gehoord dat het heel goed is gegaan met Koos, die heeft een heleboel kunnen doen samen met Jaap en Marlies. En dan ook nog een update van mijn kant. Gaan we het redden? Nou, helaas, we gaan het niet redden. Maar dat is omdat er is heel veel gebeurd. En uiteindelijk om het echt af te maken, kun je twee dingen doen. Je kunt een paar randjes bijsmeren en dat soort dingen. En dan wordt het allemaal eigenlijk net niet. Of je kan de boel echt netjes stuken. En we hebben een stucadoor gevonden die heel snel dat kan doen. Dat is hartstikke mooi. Dat is alleen wel de 3 dagen na onze verhuizing. Qua timing is dat eigenlijk natuurlijk hartstikke onpraktisch. Maar ja, later geeft het ook troep. En dan ben je helemaal gezetteld. Dus we gaan voor kwaliteit. Dus goed netjes af laten stukken in plaats van randjes vullen. En we doen dat dan maar meteen. Dus dat wordt kamperen in eigen huis. Dat nemen we gewoon op de koop toe. Dus dat is dan mijn update. Zo, na een dag geklus zitten deze plafond gipsplaten erin. Deze balk hebben we geplaatst. Een andere kamer. Dan druk opgeruimd. Hierboven zitten de gipsplaten ook in. Hier was het even een speciaal geval, aangezien de breedte meer was dan 60. Dus we konden ze helaas niet in de lengte doen, zoals hier wel. Daardoor was het wat meer werk, omdat er ook diagonaal ook nog andere rachels opgeplaatst moesten worden. Maar goed, het gaat om het eindresultaat. Het zit er allemaal in, het kan allemaal afgesmeerd worden. Dus al met al een hele mooie dag. En heel wat werk verzet. Wel netjes, hè? Kijk, zo hoort het. Tevreden, Jaap? Ik ben heel tevreden, ja. Mooi. Dat is goed om te horen. Marlies ook? Beer tevreden. Nou, top.
Dan eindigen we daarbij. Koos, ben jij tevreden? Ja. Ik ben hartstikke tevreden. Okay. Het was hartstikke leuk vandaag, dus ik heb genoten. Ja, en dit hebben nu Koos en Koos.